goedenavond, Kim Barbee van Maspoe. De City Night Run is nog volop bezig. De eerste zijn eigenlijk al binnen. Hoe is het al geweest? Zeer goed. We hebben echt heel veel goede reacties al. Dus we zijn zeer tevreden. Ja. Het aantal deelnemers, heb je daar al een overzicht over? We schatten nu op 1300. Dat is eigenlijk wat er binnen was. Maar met die wandelaars en mensen die afhaken onderweg, is dat soms heel moeilijk exacte getallen te zeggen. Maar ik denk 1300. Ja. Dat is een mooi getal, hè? We zijn daar heel tevreden mee. Uiteindelijk zijn er 1300 mensen die sportief niet over willen verkennen. Dus we zijn daar heel tevreden mee. Ja, en er zijn weer een aantal nieuwe gebouwen die jullie gescoord hebben in jullie parcours? Ja, we proberen altijd elk jaar te vernieuwen. Het is belangrijk dat je bij zo'n evenementen de mensen iets aanbiedt en zeggen hey, het was tof dat ik dat een keer gezien heb. Zowel qua animaties als qua gebouwen. I'm choosing my confession. Ja, en wat is voor jou, denk je, een van de dingen die het meest opviel dit jaar? Goh, ik denk die flyboard. Op een dender stond er een animatie die zo, ik weet niet, veel boven het water uitkomt in een fluopak. Dat is denk ik echt de moeite. Dat is ook een heel dure act, dus wij hopen dat de mensen dat hebben weten te appreciëren. Ja, en de carwash denk ik scoorden ook wel. Ja, de carwash ook, maar die stond niet op, hè, gelukkig. Maar ik denk dat dat wel leuke dingen zijn om een keer echt door te lopen. Zo, ja. Manu, je hebt juist de City Night Run gelopen. Vertel eens, hoe is het geweest? Ja, tof, hè, met allemaal die showcas langs de baan en zo. En hier en daar een DJ, lichteffectjes en zo. Een lasershow, een condender, dus dik in orde. En de 7 kilometer goed gelukt? Ja. Het was redelijk druk op sommige plaatsen. Gelukkig kon ik even een pauze pakken, want ik ben geen getrainde loper. Maar kom, ik heb het wel volbracht. Ja, en als Dinoviter kende natuurlijk al heel wat gebouwen, maar zijn er nieuwe gebouwen die je nu betreden hebt? Of? Ja, de kelder van het stadhuis, daar ben ik nog niet geweest. Hè. En gelijk door Kalaballe een keer lopen en zo. Ja, die steekjes achter het stadhuis en zo. Ja. En dan daar bij de pasta een keer binnen. Niet in een schoen, of daar zou ik nog toffe feestjes zien. Ja. Goedenavond, Celia Nielsen. Jullie hebben de City Night Run goed afgelegd, heb ik gezien. Hoe is het geweest onderweg? Ja, het was super. Het was heel leuk. Ja, veel spektakel aan de kanten. Heel leuk. Ja, onverwacht. Ook kindjes. Het is niet om door te lopen, het is geen wedstrijd. En dat is ook wel heel leuk eigenlijk. Hè. Dat je ervan kunt genieten, dat het niet te snel gaat. En dat je samen met familie kunt lopen, hè, met mijn schoonzus bijvoorbeeld. Is het de eerste keer dat jullie hebben deelgenomen? Ja, het was de eerste keer en het was wel leuk. En het was een toffe sfeer. En het was wel zwaar voor mij, want ik ben niet zo gewoon van te lopen, maar ik vond het wel tof. Het is voor herhaling vatbaar. Ja. En zijn jullie eigenlijk uit Nienhoven? Of? Ja. Kennen jullie de gebouwen dan waar jullie zijn doorgelopen allemaal? Ja, maar ook niet zo goed. Ook niet zo goed. Ja, ik ben wel verschoten van hoe dat er van binnen uitzag eigenlijk. Bijvoorbeeld een car wash, ik heb dat nog nooit van binnen gezien. Allee. Dus dat was wel heel leuk om een keer te zien. Dus de scholen ook. Hè. Voor de kinderen later bijvoorbeeld. Leuk. Leuke gebouwen dat we allemaal door mochten lopen en het was goede sfeer, dus het was plezant. En heb je nieuwe dingen gezien dat je van Nienhoven nog niet kende? Ja, maar ik zal meer weten wat dat allemaal juist was, want ik weet eigenlijk wat ik allemaal juist gezien heb. Dus, maar het was wel tof om een keer doekjes te zien waar we normaal gezien anders niet komen. En de car was zelfs door geweest? Ja, jammer dat het niet opstond natuurlijk. Dat zou nog een keer tof geweest zijn, maar dat was wel een keer een toffe ervaring, dat is juist. En de 7 kilometer was niet te zwaar? Nee, het was eigenlijk wel tof. Dus soms is er een keer opstopping in dat zo'n beetje dat je moet stappen en dat weer in gang komen en zo, maar voor de rest was het wel oké. En het concept op zich, is het de eerste keer dat je hebt meegedaan? Of? Nee, dat is een tweede keer al, maar het is echt heel tof. Allee, als met lichtjes en de sfeer en met de ambiance en de muziek onderweg, dat is echt top. Ja, toffer Nino, echt waar. Ja, en de derde editie, 1300 deelnemers, zit er dan een volgende editie in? Daar twijfelen we nu een beetje over, omdat we moeten kunnen voldoende vernieuwen elk jaar. Dus als wij denken dat we weer een leuk verhaal hebben voor volgend jaar, dan ja. Als wij denken, ja, een copy-paste, dat gaan we niet doen. Maar voorlopig kan ik dat nog niet echt officieel bevestigen, omdat wat ons eigen belooft, van kijk, we gaan niet het blijven doen om te doen. We gaan het doen als het leuk blijft. Ja. Allee, veel succes nog met het brainstormen, met evalueren en we hopen u binnenkort terug te zien. Hè. Ja, de ijspiste komt eraan, hè, dus dan hopen we weer goed aanwezig te zijn in Nienhoven. Ja. Wanneer staat die er juist? 6 december. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op ninosmedia@telenet.be
of 0495 69 32 72.